De nieuwbouw van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek heeft dinsdag een dak gekregen. Het dak, wat een soort tweedelig doek is, zorgt ervoor dat het gebouw helemaal bedekt is, uitgezonderd van de ingang. Het plan is om het vernieuwde museum 500 vierkante meter groter te maken dan dat het nu is. En ook zal de naam niet meer hetzelfde blijven. Het museum gaat vanaf september namelijk het Vrijheidsmuseum heten. In september wordt het museum heropend voor publiek en is het voor iedereen te bekijken.